Het is tijd voor het Sportmeistercircuit. Het circuit dat door de grote uit de Nederlandse sportgeschiedenis gedaan wordt. En vandaag is het tijd voor oud-wereldkampioen Jan Bos. Ben je nog een beetje sportief? Jawel, ja. Wat doe je? Ik ben nog volop aan het trainen voor, een project met de TU Delft en de VU. Er zit een studenten van de VU die mij begeleiden om het wereldsnelheidsrecord op de fiets te verbreken. De fiets? Ja. Ja. Gaat dat lukken? Want je hebt het één keer geprobeerd al, hè? Ja, ik heb het twee keer, één keer eerder met de TU Delft meegedaan. En dit jaar voor mijn tweede keer. Ja. En of het gaat lukken, ja, het ligt een gedeelte aan mij. En het ligt aan de fiets, het ligt aan omstandigheden. Tuurlijk. Het ligt aan allemaal dingen. Maar ja, uiteindelijk moet je ontzettend hard trappen. Hey, vandaag zit er geen fietsen bij. Nee. Roeien hebben we, hebben kickboksen, maar we hebben ook dart. Ja. Bij darten kan je het winnen. Ja. John de Wolf die heeft ontzettend goed gedart. Kan je misschien ook een beetje voorstellen bij hem. Maar daardoor heeft hij wel die scherpe tijd neer weten te zetten. Ja, nou, Ja? Ja, ben je er klaar voor? Ja. Zetten we even met z'n allen af vanaf 5. 5, 4, 3, 2, 1, start. 10 keer. 1, 2, kom op. 3. Oh, dat gaat heel vaak fout. 4, 5, maakt niet uit. 6, 7, 8. 9, 10. We gaan naar de kettlebells. De kettlebells. Die mogen in het bakje. Hier staan ze. Schoenen eruit. Pas op voor je enkels. In het bakje. Oké, dan gaan we kickboksen. Handschoen aan doen hoort er ook bij. 10 keer de serie. Links, rechts, links, rechts. Je hoeft ze niet vast te maken. Je handschoenen als maar snel gaat. Wordt ook niet hard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kom, darten, darten. 1 pijl in de 20. 1 pijl in de 20 en je bent er. Ja, de kettlebells, de kettlebells, de kettlebells, de kettlebells. Oh, ja, achter de lijn. We gaan naar de basketbal. In de basket. Ja, en de knop indrukken, en de knop indrukken. Ik ben heel erg benieuwd. Wow. Nou, ik ben echt benieuwd of hier dit seizoen nog iemand overheen gaat komen. Niemand. Je gooit zelfs in de triple 20. Ja, ja. Moest toch? Oh, ja, dat moest. Ja, het mocht. Okay. Als maar in de 20 was. Ga snel douchen. Thanks. En ik ga jouw tijd erbij zetten. Zo, nou, dan kom je in één keer bovenaan te staan. 5, 59 seconden. En 78. Honderdste. Zo. Ben je moe? Ja, het is toch wel een flinke inspanning. Ja. Maar dat is mijn specialiteit. Een minuut voluit. Ik vond het wel knap van het darten. Ja, ik ook eigenlijk. Het is lang geleden dat ik gedart had, maar ja, dan is de focus goed. En dan gaat hij er één keer in. Is die koud? Nee, het speelt wel mee, toch? Krijg van schaats krijg je ook goede billen, toch? Ja. Ja. Moet je zien? Ja, mag ik zo. Ja, het zijn best wel mooie billen. Ja, daar kan je toch best wel over praten, mannen onder elkaar. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Nou, jij fietst ook wel een beetje, hè? Ja, ja, ja. Ik ben natuurlijk best wel tevreden over mijn billen eigenlijk. Ja, mag ik best zijn. Ja. Je schaats natuurlijk, dat doe je vooral met je benen, nu fietsen. Ja. Dan trainde je bovenlijf eigenlijk ook. Ja, sprinten. Ik zie dat je ook best wel... sprinten moet je ook... dank je, welkom. Ja. moet je heel algemeen ontwikkeld zijn. Je gebruikt je armen om je hele lijf te ondersteunen. Ja. Dus je moet wel heel compleet getraind zijn. Ja, en dan ben je nog steeds. Ja. 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 Heel veel met je buik. Ja, 4, 5 jaar geen topsport. Nee. En, mis je het? Nee, topsport niet. Nee. Sporten zelf vind ik heel erg leuk. Ja. En daarom doe ik het ook het wereldsnelste kom ik fietsen. Ik vind het, dat soort uitdagingen vind ik heel erg leuk. Maar alleen, ja, en dat... Het monomane? In het kleine, monomane heel erg op één ding gefocust te zijn, nee. Fijn dat je er was. Thanks.